Het wijnhuis van de familie Verlinde. De wijnhandel die in 1885 door Gerard Verlinde in 's-Hertogenbosch werd opgericht met 15 fusten uit de Medoc, is sindsdien uitgegroeid tot een vermaard wijnhuis. Sinds 1962 vanuit een bos neergestreken op het landhuis Zuiderbos in Hintham. We nemen u mee achter de deuren van deze prachtige villa en tevens achter de schermen van dit Rosmalens bedrijf. Sinds 1988 viel het bedrijf de eer om als hofleverancier hun drukke activiteiten voor te zetten. Vanuit alle windstreken over de hele wereld wordt hier wijn geïmporteerd, tijdelijk opgeslagen en daarna uitgeleverd aan diverse bedrijven en instellingen. Op Zuiderbos liggen meer dan 1 miljoen flessen in 400 soorten op voorraad. En dit alles op zo'n 10.000 vierkante meter. Neergestreken voor rondje Rosmalen in Villa Zuiderbos praten we met directeur van de firma Wijnhuis Verlinde, met Jan-Hein Verlinde. Meneer Verlinde, goedemorgen. Hoe lang is het allemaal geleden en hoe bent u toen de tijd is begonnen, of welke generatie van de familie Verlinde is toen de tijd begonnen met dit fantastisch bedrijf? Mijn grootvader is met het bedrijf begonnen in de tijd in 's-Hertogenbosch achter de Boerenmouw, dus bij de Sint-Jan, Hinthammerstraat Sint-Jan. Is in 1907 verhuisd naar het Julianenplein in Den Bosch. Die ruimtes werden voor ons veel te klein. Voor de oorlog wilde mijn vader al bouwen. Dat ging niet door oorlogsomstandigheden, gelukkig maar, want na de oorlog was er niets over, helemaal geen fles wijn meer. En toen ze moesten opnieuw opbouwen, toen kwam weer het ruimteprobleem en toen hebben we in 1959 Zuiderbos kunnen kopen. We hebben er nog wat terrein bij gekocht. Achter de villa hebben we, zoals u ziet, ons bedrijf neergezet. Dus we zijn vanaf 1962 Rosmalenaren, als ik het zo mag zeggen, van in ieder geval Hinthammenaren. Jan-Hein Verlinde, wat gebeurt er precies allemaal hier op Villa Zuiderbos? We zijn een importfirma van wijnen van over de hele wereld. De basis is Frankrijk geweest. Maar we importeren op het ogenblik ook heel veel wijn uit andere landen. Duitsland, Italië, Spanje, Chili, Zuid-Afrika, Australië. Dat zijn zogenaamd nieuwe wijnlanden waar we ook heel veel wijn van hebben. Wij importeren die wijnen. Die wijnen worden hier, zoals u ziet, in onze kelders opgeslagen en worden geleverd aan bijvoorbeeld de horeca, wijn als relatiegeschenk, dus voor incentives voor bedrijven en voor kerstgeschenken voor bedrijven. Alle wijnen die hier worden ingekocht zijn vooraf door een interne proefcommissie van 4 personen beoordeeld, maar ondervinden dagelijks nog een kwaliteitscontrole. In ruim 100 jaar is het gemiddelde wijnverbruik van omstreeks 1 liter per hoofd van de bevolking per jaar aanzienlijk gestegen tot vandaag de dag 15 liter, waarbij de vraag naar kwaliteitswijnen nog steeds toeneemt. In 1962 bent u verhuisd met uw bedrijf van 's-Hertogenbosch naar Rosmalen en bent u hier neergestreken op Villa Zuiderbos. Kunt u wat vertellen over de historie van deze prachtige villa? Ja, dat kan ik. U staat hierop voor Hintham en Rosmalen, historische grond. De villa is ruim een jaar ouder dan ons bedrijf. Ze is gebouwd, althans de basis daarvan is gebouwd in 1884. Dat is dat middenstuk wat u achter me ziet. Door de heer Zweens, toenmalige eigenaar van de koffiebranderij De Drie Mollen op de Zuid-Willemsvaart in 's-Hertogenbosch. Die heeft het gebruikt als buitenhuis. Het was klein, het was alleen de grote ontvangskamer, zoals we dat noemen, een keuken en een opkamertje. Daarna heeft hij het omstreeks 1900 verkocht aan de familie Goulmy. Bekende familie hier in Hintham. Eugène Goulmy is een bekende bossenaar, maar ook een hele bekende Hinthammenaar. Die het eerst als buitenhuis ook gebruikt heeft, woonde ook in Den Bosch. En naderhand hier permanent gewoond heeft met 16 in leven zijnde kinderen. En daarvan ziet u in de bouw in ieder geval het resultaat van de uitbouw naar links, naar rechts en naar achteren. Die heeft het in 1932 verkocht. Die heeft eerst wat stukken terrein verkocht. Het was aanzienlijk groter dan het nu is. Nu uiteindelijk is het 2 hectare, maar het was toen aanzienlijk groter. Die heeft daar stukken van verkocht en uiteindelijk ook de villa verkocht.
aan de familie Roepen van der Voort. Bekende bossennaam ook van de sanitair en de buizen enzovoorts. En die hebben hier gewoond tot ongeveer 1947 of 1950 in die tijd. Toen is het gekocht door de heer Driessen. De heer Driessen was directeur van het bankiershuis Lentjes en Drossaerts. En daar hebben wij het in 1959 van gekocht. En toen hebben we hier dus wat verbouwingen gedaan, wat ik u net verteld heb. En zijn we in 1962 hier gekomen. Maar er komen nog steeds mensen hier die zich realiseren dat de oude bewoners hier zijn. De familie Goulmy houdt hier nog wel eens een reunie. De harmonie. De bossenharmonie, voorheen Goulmy en Baer, komt hier ook nog alles. Dus het is voor een hele hoop mensen nog een soort bedevaartsoord, zou ik kunnen zeggen. Alle langdurig opgeslagen en gereserveerde wijnen worden regelmatig gecontroleerd en beoordeeld. Dit gebeurt in een speciaal proeflokaal beneden in de kelders ingericht. Het kaarslicht wordt altijd gebruikt om de helderheid van de wijn te controleren. Je moet het glas onder een bepaalde hoek houden en dan kun je daardoor de helderheid zien. In dit geval kun je zien dat de wijn moet fonkelen en hij fonkelt ook nog in het glas. Hij heeft een hele mooie heldere gloed. Dus de wijn heeft zich zeer stabiel gehouden. Het is 1985, dus ook een heel goed bewaren jaar. Van witte achtergrond kan men nog even de kleur bekijken. In dit geval is de gloed roodbruin en de wijn heeft nog een mooie volle kern. Het glas heeft even opengestaan, het is een wat oudere wijn. En dat is juist altijd goed om hem even op verhaal te laten komen, even bij laten komen. En dan komt het bouquet nog meer tot zijn recht. Het komt er heel mooi uit. De wijn heeft een hele mooie typerende rijping voor een Margaux. Er zitten wat accenten nog van hout in. Hij heeft ook nog wat prettig zacht, een klein honingtintje. Hij heeft een hele fijne, milde opname. De wijn heeft zich mooi ontwikkeld. Heeft een hele goede ontwikkeling gehad. Ook hier in de smaak merk je ook dat kleine honingje. Dat die fijne mildheid die ook typerend is voor een Margaux. Die zich ook hier mooi ontwikkeld heeft. Op de afdronk heeft hij goed gerijpte tannines. Dus hij hangt nog na in de mond. Wat hem juist zeker bij als tafelbegeleider dat nog heel prettig overkomt. Dat je ook nog wat structuur op die afdronk hebt. Deze wijn is op dit moment heel mooi op dronk, maar kan zeker nog 1 of 2 jaar zich nog wat verder ontwikkelen, dat hij nog ietsjes wat afrondt. Dat blijft persoonlijk. De ene heeft liever een beetje, toch nog een beetje die kracht erin. Er zijn mensen die zeggen, nou ik laat hem liever nog wat liggen, dat die afdronk nog ietsjes afrondt. En deze wijn die is heel stabiel en kan nog jaren mee. Echt, het is een vijfde Grand Cru Classé, maar hij maakt dat zeker waar. Het betreft hier dus ook een controleproeverij voor mensen die wijnen hier in reserve hebben liggen, waar wij dus 1 of 2 jaar, gelang de wijn dat nodig heeft, deze wijn op kwaliteit controleren en zodoende ook een juist drinkbaarheidsadvies aan deze klant kunnen geven. En dat gebeurt dan schriftelijk. Men krijgt dat 2 maal per jaar thuis met een drinkbaarheidsadvies.